Ethic, als jij aan deze video speelt, deel 5 van Sonic Frontiers. Dacht er 1, waar is Amy? Oh, daar. Ja, ik weet niet dat ik nog iets zat hoor, maar ik dacht ik loop even naar hem. Hey, still thinking about the cocoa? Yeah, and more. I'm not sure what happened, but I know what I saw. A love that transcended time. I believe in that power. When this is over, I want to share that love with the world. Even though it may take us far apart. I know you'll do great. I want to hear all about it when you come back. What's up, Amy? Look, wasn't this region locked off before? I think you can interact with it now. I think you can rotate some of them. Maybe they'll act like the other puzzle locks and show me the way to that Titan. It's worth a shot. All right, what's the right way to do this? Hmm, looks like there's a pattern on the ground. Nou, maakt dan het niet uit welke kies, want dan pakt altijd het allemaal. Ja, dit pak ik ook niet zoveel.
Dimito. Ik ga er niet zo goed bij zitten hoor. Ik ben benieuwd hoor. Ik had alleen een plaatje hier op internet, maar dan nog wist ik het nog steeds niet. Chaos Emerald, though.
I searched everywhere I could. I'm out of ideas. So where is it? Maybe I'll find it along the way. What a view! Makes me think of the falls and mystic ruins. Is het zozeer? Ja, in deze video ga ik verder met Sonic Frontiers. Ik weet nog niet of ik dit aan de vorige video plak of niet. Maar ik ben dan wel weer lang bezig met deze boss. Ik ben in ieder geval wel gezorgd dat ik nou genoeg muntjes heb. Ik had de vorige keer dus al voor gezorgd dat ik 400... Ja, dat stond nergens op, maar oké. Okay. Ook gewoon aanvallen hoor. Ah, lukt hem weer niet.
Ik denk, geloof je, je moet hem gewoon op tafel leggen, anders doet hij het niet. Leg maar weer op touw dan. Ja, tip. Je moet hem dus op tafel leggen. Said titans earlier, plural. Darn it. I guess this isn't over until I bop all the big bots. Sorry, Amy. I'm feeling more like my old self. It's working. Keep going and don't keep me waiting. I'll be back before you can do a fortune card reading. See ya! Oh, that's cool. I didn't want this to be easy anyway. We zijn nu nog op een ander gebied of zo. En ja, dus voor tip voor de eerste bos. Ja, ik had me gewoon mijn controle op tafel gelegd en de hele tijd vierkantjes ook gespannen zo. Om eruit te komen. Uit zijn mond dan. En ja, dus ja, ik wil het voor dit deel laten, dus ik ga het denk ik gewoon aan de vorige deel pakken en anders wordt het een nieuw deel. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie het wel leuk vonden en vergeet u nu om te liken en te abonneren.